Hey mensen, leuk kijken naar een nieuwe video van mijn kanaal. Van nog steeds bij mij, is ze niet abonneren. Maar ze komt wel ooit in een video. En ja, dit is eigenlijk de tweede video van mij. Echt dat je mezelf ziet. Want verder heb ik allemaal over pakieten en mijn schildpad maar één video. Maar vandaag laat ik mijn 5 leuke speelgoed laten zien. Nou, ik begin eerst met eentje die zit naast me. Is deze autootje. Eigenlijk had hij geen touwtje, mijn vader heeft een touwtje. Anders hoef je niet altijd zo te drukken bijna je rug. En dan heb je gewoon een touwtje en dan kan je gewoon staan. En zo ziet hij eruit. Hij zat ook eerst gordels in, maar die zijn weg. En zo ziet de binnenkant eruit. Dat zie je niet echt goed. Nou. Dan hebben we er nog één en dat is... Coco, ik weet niet, papegaai Coco. Hij kan praten. Hij zit in zo'n ding. Kijken of je het. Kijk hoor. Hij doet het wel niet. Hoi! Ja. Maar hij kan niet echt veel meer, want als er niks gevallen. Mijn neefje gedaan is. Met mijn kleinkinderen. Dus ja. Zie alle kleinkinderen zijn zo. Gaan we naar de volgende. En dat was deze. Nu zit het haar niet erin, want dit was altijd mijn lievelings. Ging ik altijd leuk op, zoals invlecht. Maar nu zit haar echt te rommelig. En wat ik naar de volgende ga is... Hoeveel hebben we nou? Ik weet niet of we voor 10 gaan, ik heb echt veel favorieten. Nou, ik heb ook deze. En dit is altijd mijn favoriete. En ja, ik denk dat ik... ik ga nog een video erbij geven, want 1 is niet echt te lang. Nou, deze, of misschien niet. Ik denk het misschien niet. Nadenken. Maar deze ziet eruit. Hij is roze, mooie hond. Zelf zou ik ook een hond willen, maar ik heb wel papieten. Er zitten mooie strikjes erbij. En... Oh, nu zie je mijn pyjama broek. En mijn haar is ook niet opgemaakt, want het is gewoon zondag en ik ga nergens heen. Gewoon een rustdag. Maar deze zit ook zo'n ding. Jammer dat hij kort is, want je kan toch echt niet zo. Eigenlijk is het voor kinderen, baby's, want die heb ik heel lang. En het mooiste hier aan Vin, die maakt echt helemaal toppie. Zijn dit. En dat zijn deze hartjes bij de riempje. Ja, dat vind ik echt mooi. Zo ziet ze eruit. En het lijkt met echte ogen. Zo dus. Mooi. En ik heb er nog. Waar heb ik hem neergelegd? Ik ga hem even pakken. Ik weet niet of het echt speelgoed is, maar elektronica. Dit is zo'n bril. Even omdoen. Doet hij zo? Ja, bij jullie is hij omgekeerd. Ik heb een bril nog om. Even aan. En nu zie ik jullie. Heel erg wazig. En hier zit zo'n klepjes. Die zie ik hier wazig. Hier heb je zo'n klepje om je telefoon erop vast. En alleen het hoesje moet er wel uit. Dan plakt hij niet erg. Want die ziet te groot. En het fijnst vind ik aan deze. Dat hij van die zachte dingen aan heeft. Ja. Heel zacht. En hier glaasjes. En waarom maakt 10 euro bij de Watch Me? En nu zijn ze 8 euro overpluist. En ik denk dat het nu een vaste prijs is, 8 euro. Maar het is niet echt de echte. De echte zijn echt 50, 60 euro. Dit is gewoon 10 euro. Ik vond het gewoon leuk. Zo ziet het voor jullie eruit. Deze, ik weet hoe je dit noemt. Ik noem het een tulband. Maar deze, ik weet echt niet. Dus ik, zo zit het vaak ook bij broeken. Deze is echt zo. Kan je lekker op je als je groot hebt. Of. Ah, dit is pijn. Dat doet echt pijn. Pier. Het doet echt. Het lijkt net of je een schaafwondje hebt, maar dat heb ik niet. Oh, we zijn er denk ik weer heen, maar ik moet nog geen ding pakken. En die ligt hier. En ik. Jullie zien het al, ik gebruik niet. Veel pauzes. Ik gewoon, ja, en ik even klikken. Ik heb ook geen zin in. Dus deze paard. Eigenlijk hoorde er nog een Barbie pop erbij. En deze staat dus echt lang. Maar dat vond ik echt
Ja, echt frustrerend. Dan als je bijvoorbeeld een barbecue gaat, dan bijvoorbeeld de haar aan de poot. En dan doe je zo. En nu heb ik hem kort geknipt. En onder zat ook helemaal plukken, clip, soort klits, een soort van. En deze heb ik even kort. En deze is niet voor mij, die is voor mijn zus. Ik heb er zelf. Hè. Maar alleen mijn haar is kort van de bovenkant. Maar deze, ja, dit is ook kort geknipt. Hij is tot hier ongeveer. Hij was €20 plus nog een barbecue, maar ik kan hem echt niet vinden. En een halster, een mooie halster, lijkt het echt. Maar jammer dat ze geen bit hebben. En hoor nog een zadel erbij, maar ik kan hem niet vinden. Dus hij zit hier. Ik ga hem moeten pakken. Dus zo zit hij uit. Hij kan met zijn. Heb ik bij de extra gehad voor €20 met een barbecue erbij. En plus €42, maar dat is met mijn €50 heb ik hem gehaald. Lijkt niet, nu klinkt echt. Jaloers dat ik mensen jaloers doe, maar ik had gewoon €50. Ik heb mijn geld, ik heb verzameld al het geld. Dan kan je gewoon zo en met je hoofd wegen. Oh, en zet hieronder reacties op paardrijden. Ik ben ook op. Ik weet niet of ik op paardrijden, maar ik vind wel paarden leuk, maar ik weet niet of ik wel op wil. Maar zo ziet hij eruit. Je kan ook gewoon met je makkelijk met je hand erdoor. En hier, als je ziet, hier is plakband. Dit is een stuk van mijn zus. En hieronder ook plakband. Die is ook open gegaan. En dan gaan we naar de volgende. Ik denk niet dat het echt speelgoed is. Maar deze heb ik gehaald bij de Jesk. Ik weet niet hoe duur die was. Maar die had ik al lang geleden gehaald. Mijn zus heeft een unicorn. En ik heb deze. En zo speel ik gewoon dat mijn echt paard is. Maar dan speel ik, dan ga ik. Zo, dan vind ik zo fijn, dan gaat hij zo zacht. Soms kom ik hem. Echt paard. Ja. Nu dans ik met hem. Ach nee, zo. Oké. Okay. En dan gaan we naar de laatste alweer. Ik weet niet of ik bij de 10 wegkom. Maar we gaan wel naar de laatste. Dan pak ik hem even. Ik heb er nog één, denk ik. Ik heb er nog één, deze koe. Maar ik begrijp eerst wat er in de koets zit. Wat zat nou? Ik wil praten, maar ik ben. Moest ik ook slikken. Dit is een Furby, een oude Furby. Ja, je ziet al hier geen wimpers. Dit zat ik heel laat. Ik schaam me nog steeds van mijn haar, maar ik heb geen zin om te maken. Zo ziet hij eruit. Oké. Furby. Wacht, wat denk ik aan Furby? Ja, Furby hier. Zijn heet hij ook lief. En zijn mond kan open, maar ik ga hem niet meer aanzetten hoor. Want hij praat dan de hele tijd door. Het is wel een leuk kleurtje geel met roze en dan blauw. Vind ik heel leuk. Dus ja, je kan geen knip geven. Echt zo, want hier is hard. En hier ook. Dus hard. Dan gaan we naar de koets. Oh, dan pak ik alleen deze kant. Er zit nog hier van een paar kant. En een klerenhanger. Baby klerenhanger. Maar er zitten nog kleren in. Zit dit in. Dit kleertje en dit schoentje. Dus we beginnen met de koets. Zo ziet het kleertje eruit. Nou, hij is heel leuk. Hij is echt heel perfect. Nou, sommige mensen doen het echt. Ze zijn echt van onder. Laat ik aan sommige YouTubers. Maar zo ziet hij eruit. Van de binnenkant en deze kant. Zo. Deze kan je er zo uithalen. En zo zit hij er zonder uit. De autootje is gevallen. Zo zit hij er zonder uit. Zo zitten de grote wielen. En zo zit deze uit. En deze met gordel. En het mooiste die je aan vindt is dit. Dat is een knopje. En ik ga je nu laten zien hoe die echt werkt. Moet ik even achter nu. Tikken op het knopje. En nu is het de lipballon. Ik weet niet waar ik die gekocht heb. Ergens in. Ik weet echt niet meer. Of. Ik weet niet. Oh, nu weet ik het. Deze was. Nee, ik weet echt niet meer. Ik wou het vertellen dat die van mijn moeder was. Maar die is niet van mijn moeder, want het was ander. Nou. Oké. Nou, dit was nou weer de video. En het duurde niet zo lang, 9 minuten. Oké, dat is best wel lang. Dus ja, dit was de video. En abonneer op mijn kanaal. En als je het nog niet leuk vindt, waarom doe je dan een duimpje omlaag? Dat weet ik ook niet, want dan.
weet ik veel, beledig je me of zo. Maar doe alsjeblieft een duim omhoog. Niet dat ik het wil voor geld. Maar ik doe het niet voor geld. Ik vind het gewoon leuk om dingen te laten zien. En mijn leven met jullie te delen. Als jullie willen dat ik nog meer video's en dingen laat zien van mij. En misschien komen er nog een unboxing nog. En ja. En ik ga vandaag voor de 10 likes. Dus abonneer mijn kanaal. En misschien komen 2 video's vandaag. Dus niet in de war raken. Want ze van denken, is het nou de 2e dag? Ik zou nou dezelfde kleren aan. Nee, en het is ook de laatste dag van de vakantie. Zet hier in de reacties of je het leuk vindt om school of niet leuk. En voor mij is het niet leuk, want ik haat het. Wacht, ik haat het. Maar, oh ja, en deze video, straks, komt er 10 redenen. 10 redenen om school te haten. Dus, ik zie jullie zo. Misschien doen jullie me zo. Tot straks. Of misschien gaan jullie naar mij kijken. Dus abonneer. Misschien vind je het ook niet leuk, dus geef een like.